Dit is Koinonia Live. This is a word from God. Let's roll it. Dat is echt bijna absurd hoe dat werkt. Dit is Koinonia Live. Dit is Koinonia Live, vrijdag 14 december 2018. En waar spreken we vandaag over?
Preek van de week. Een preek van Augustinus over 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 6. Gezang van de week. Gezang 129. Meditatie van HWS. Psalm 37, vers 5. Bijbelse thema's. De oorsprong van de zonde. Daar spreken we over. Preek van de week. Een preek van Augustinus over 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 6. Die uitspraak, hij is getrouw en rechtvaardige monds, te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, zou ertoe kunnen aanzetten om maar een eind weg te zondigen, gewoon te doen wat we maar willen, met de zekerheid dat Christus ons toch wel zal reinigen en vergeven. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat wordt duidelijk uit het begin van het tweede hoofdstuk. Mijn kinderen, deze dingen schrijf ik aan u, opdat u niet zondigt. Het is niet de bedoeling dat we de vergeving misbruiken om een leven van zonde mogelijk te maken. Het is blijkbaar de bedoeling juist om, versterkt door de zekerheid dat God de zonde zal vergeven en ons reinigen wil, om die zonde dus te overwinnen. Wat moeten we nou doen, waarop kunnen we ons baseren als de zonde dus toch ons sterfelijk leven binnengaat? Het eerste was dat belijden van de zonde en de nederigheid die daarbij hoort. Maar we horen in het tweede hoofdstuk van Johannes nog iets anders. Als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is het zoenoffer voor onze zonde. Hij is dus de voorspraak. Jij moet je best doen niet te zondigen. Maar als de zonde in jouw leven je toch zal overvallen, je toch zal overmeesteren, onmiddellijk moet je dat veroordelen. Onmiddellijk moet je daar belijdenis van doen. Onmiddellijk moet je daar ook een innerlijk naar gevoel over hebben. En als je het zelf hebt veroordeeld, dan kun je tegenover de rechter staan. En dan zal ook de voorspraak, de advocaat, die Jezus Christus dan is in dit beeld, voor ons werkelijk een voorspraak kunnen zijn. Je kunt niet verliezen, ondanks je belijdenis. Als je eerlijk die zonde dus belijdt, dan zal dat proces goed aflopen. Begrijp wel, we hebben het dan over het praktische leven, de praktische dagelijkse vergeving voor de zonde die ook een christen nog steeds zal doen. Dus, wat doen we als de zonde ons overvalt? We roepen het uit. Gelukkig hebben wij een voorspraak bij de Vader. Dat is Augustinus' eerste 7 paragrafen van zijn preek over 1 Johannes. Het is veel te lang. Ik kan mij voorstellen dat ze in die kerk daar ruim 2 uur lang, denk ik, naar deze preek geluisterd hebben. Maar dat gaan wij niet doen. We zitten ongeveer op 1,5 uur. En dat is nog alleen maar een samenvatting van 1 tot en met 7. Ik vind dat de exegese behoorlijk scherp is en in overeenstemming met hoe wij het zouden verstaan. Wat niet zo duidelijk gezegd wordt, is wat ik onwillekeurig zelf steeds heb toegevoegd. En dat is het verschil tussen de zondevergeving bij de bekering en de wedergeboorte, eens en voor altijd, en het reinigen van de zonde, dat plaatsvindt in het leven van een christen, die in beginsel bevrijd is van de macht van de zonde, die eigenlijk niet hoeft te zondigen, omdat de zonde in hem geen overmacht en geen gezag meer heeft, maar toch in de zonde kan vallen. De oude gewoonten, de oude verlangens, de oude gedachten, die spelen nog steeds een rol. We zijn niet helemaal vrij van het vlees van de oude mens. De oude mens is wel gestorven. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat we dat lijk nog met ons meedragen. We zijn niet bij machten om heel ons leven totaal te vernieuwen. En zeker niet elke dag weer. Zeker niet omdat we ook in een samenleving leven waarin er een beroep wordt gedaan op onze natuurlijke vermogens. En dat roept dus ook steeds die oude mens weer op.
Toen ik dit hoorde over vers 8, het begin, en 9, dacht ik dat het over de oude zonde ging. Hè? Dus de mensen worden aangesproken en dan, ja, jullie zonden zijn vergeven. Hè? Reinigen van alle ongerechtigheid die jullie in het verleden hebben gedaan. Maar nu is het anders. Ja. Ja, dan zou het dus slaan op juist op de zondevergeving bij de bekering. Hè? Dus als wij onze zonde belijden, dat is dan aan het begin van het christelijk leven. En daarna zondigen we niet meer, hè? Is althans de bedoeling. Ja. Maar zo is het wel opgevat in de geschiedenis. Er is een hele lange tijd een opvatting geweest dat de bekering de eerste vergeving bracht en dat er daarna geen vergeving meer mogelijk was. Dus als een christen in de zonde viel, dan had hij geen mogelijkheid meer om die zonde kwijtgescholden te krijgen. Of hij moest als het ware opnieuw tot bekering komen. En als hij dat niet deed, dan was hij ook de vergeving definitief kwijt. Hè? Dan ging hij dus uiteindelijk verloren. Dat is een hele lange tijd heel relevant geweest. En er is een heel oud geschrift. Dat is de brief van Hippolytus. Dat uitgebreid over een soort van tweede amnestie spreekt. Hè? Want wat blijkt nou? Dat die opvatting die was er dus. Je moet je opnieuw bekeren. Maar de ervaring leerde dat mensen zo vaak in de zonde vielen. Dat het voortbestaan van de kerk en de heiligheid van de kerk zeer in twijfel kon worden getrokken. En Hippolytus leert dan de zogenaamde tweede amnestie. Dus dat God nog één keer een totale zondevergeving geeft, maar nu moet het afgelopen zijn met die zonde. Dus nu moeten christenen zondevrij en heilig gaan leven. Ik denk dat dat niet de bedoeling van de tekst is. Dit gaat over christenen, dus mensen die de zondevergeving al ontvangen hebben en die nu voortdurend toch zonde hebben en van die zonde gereinigd moeten worden. Kijk maar naar vers 7. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dat staat in de tegenwoordige tijd, dat wil zeggen dat het telkenmale plaatsvindt, hè? Steeds weer opnieuw plaatsvindt. Dus die reiniging van de zonde, die hebben wij voortdurend nodig. En dan zegt vers 9, wat daar dan de procedure voor is, en dat is erkennen van die zonde, hè, tegenover al die leraren in Klein-Azië, die dus leerden dat zij helemaal niet zondigden, want een zonde die ze deden was alleen maar iets van het vlees. En het vlees deed helemaal niet meer mee. Hè? Dus je kon geestelijk rein zijn terwijl je lichaam zonderde. Dat was hun idee. Maar Johannes die zegt dan, kijk eens, als je dat toch erkent, dat die zonde van jou is, van alles wat je hebt en bent, jij zondigt zelf. En als je dat nou belijdt tegenover de Heere God, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons die zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat gebeurt dus steeds opnieuw. Ja. Dus er is een praktische vergeving, ja, en een praktische reiniging in het leven van een christen. Ja. En er is de eenmalige vergeving en de eenmalige reiniging die plaatsvindt voor de eeuwigheid bij de bekering. Maar dat is niet waar hier 1 Johannes 1 vers 9 over spreekt. Mm-hmm. Hè? Maar goed, er staat, ik kom wel een paar keer tegen, in ieder geval in vers 9, opdat u niet zondigt. Ja, is 2 vers 1. Vers 9. Nee, 2 vers 1. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Hè? Dat staat niet in 1 Johannes 1 vers 9. Dat staat in 1 Johannes 2 vers 1. Ja, die had ik ook. Maar ik kom het in ieder geval vaak tegen, opdat u niet zondigt. Hij is getrouw, rechtvaardig om ons te reinigen van al ongerechtigheid. Opdat u niet zondigt. Hè? En nu heb ik weer opdat u niet zondigt. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Ja, maar dat dus staat alleen maar in hoofdstuk 2 vers 1. Hou dat nou maar even vast. Ja, dus als hij het doel van het schrijven nog een keer aankondigt in hoofdstuk 2 vers 1,
Dan zegt hij, opdat u niet zondigt, zeker. Maar dan zegt hij er meteen achteraan. En als iemand toch gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Met andere woorden, hij gaat er niet vanuit dat in het christelijk leven helemaal geen zonde zal plaatsvinden. Maar het is niet de bedoeling. En het hoeft ook niet, hè? Want als de zonde geen macht over ons heeft, dan is het niet noodzakelijk dat wij zondigen. Terwijl iemand die leeft buiten Christus om, als het ware helemaal niet kan ophouden met zondigen. Ja, en er ook niet van bewust is of niet van bewust zal zijn. Zeker, ja. Maar het gaat dus echt om die praktische kant. En dat was zo interessant bij Augustinus. Ik weet dat niet helemaal zeker, maar hij spreekt toch niet al te vaak over die eenmalige, voortdurende en eeuwige vergeving. En wat vaker over die praktische kant van de reiniging van de ongerechtigheid binnen het christelijk leven. En, dus, en zeker hier tegenover die leraren die zeggen, we hebben geen zonde, we hebben zelfs nooit gezondigd, want wij zijn pure geestelijke wezens. En ons vlees doet wel foute dingen, maar dat zijn wij niet, hè? Dat is hun opvatting. Christus is niet in het vlees gestorven, hij is alleen maar geest. En een christen is alleen maar een geestelijk wezen. En op die manier maken ze het onmogelijk om te denken dat een mens nog, een christen nog, zondigen kan. Maar ja, dat is alleen maar een theologische truc. En Johannes zegt, ja, er komt wel zonde voor, maar je moet het als het ware zo zien. Als een christen zondigt, is dat per ongeluk. Opdat u niet zondigt, dat staat ook weer in die tegenwoordige tijd. Dat betekent opdat u niet steeds maar weer opnieuw zondigt. Dat die zonde geen gewoonte wordt, geen vanzelfsprekendheid wordt. Maar een enkele keer, als iemand gezondigd heeft, hè, dat is dan die enkele keer, dat incident. Mm-hmm. Nou, dan hoef je niet meteen de zekerheid van het heil te verliezen. Maar, mm-hmm. Want dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Maar dat wordt natuurlijk wel vaak opgevat als je dat zo leest. Van, nou ja, het mag niet, het is ook niet de bedoeling. Maar hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Ja, dus het komt wel voor, maar je hoeft dan niet te wanhopen. Je hoeft niet van jezelf een volmaakt leven te verwachten. Dat is het gewoon niet. Nee, natuurlijk niet. Kijk eens naar vers 3 in hoofdstuk 2. Hè. Hierdoor weten wij dat wij hem kennen. En dan staat er niet, omdat wij geen zonde hebben, of namelijk als wij geen zonde blijken te hebben. Dan staat er alleen maar, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Dus dat wij hem kennen en bij hem horen, blijkt uit het feit dat wij de zonde en de geboden van de Heer serieus nemen. In acht nemen, navolgen. Maar er staat dus niet dat we dan nooit zouden kunnen zondigen. Nee. Hè? Dus zijn geboden niet in acht nemen, dat is iets anders dan zondig zonde zijn. Hè? Zijn geboden in acht nemen kan ertoe leiden dat je ontdekt dat er toch een zonde in je leven is. Hè? Hoe zou je dat anders weten zonder kennis van de geboden, zonder de poging om die in acht te nemen? Dan kom je erachter dat je zondigt. Je beseft dat dat niet de bedoeling is. Maar dan weet je ook dat er een voorspraak bij de Vader is. Kijk, deze leraren die zeiden, als jij gezondigd hebt, dan blijkt eruit dat je helemaal geen christen bent. En wij zijn die pure geestelijke wezens en wij zondigen nooit. Dus jullie zijn nog maar vleeselijke christenen. Jullie zijn nog maar onderweg naar de echte rechtvaardiging. En daartegen zegt Johannes dus, nee, zonde komt wel voor, maar hij komt voor als een incident. Met als gevolg een verstoring van de gemeenschap met God. En een dreiging dat die zonde zo habitueel wordt, zo gewoonte wordt, dat het leven wat je leidt een leven in de duisternis zal zijn. En dat kun je voorkomen door, zodra die zonde er is, die ook te belijden en toe te laten dat de Heer jou daarvan reinigt. He, dus de motivatie doorgelicht wordt en de omstandigheden zo gewijzigd worden dat die zonde zich niet herhalen kan. Alles wat hoort dus bij de heiliging van het leven komt dan in het spel. Er is dan ook een besef die vanuit jezelf komt. Hè? En dat is natuurlijk dan in het hart gelegd door het geloof. Hè? Net zoals mensen die veel zondigen en geen geloof hebben in Christus of in God. Die zondigen gewoon zonder dat ze er enig besef van hebben. Maar juist omdat wij, zeg maar, gelovigen in Christus, in God, hebben wij wel dat besef gekregen. Hè? Dus zodra je zelf het besef krijgt, breng jij het ook bij God, zeg maar. Hè? Een vraagje om vergeven. Ja, dat is waar. Al zou ik niet zeggen dat ongelovigen helemaal geen besef van zonde hebben.
Want Paulus zegt in Romeinen 2 dat op die oordeelsdag ook de niet-gelovigen een geweten zullen hebben dat ze aanklaagt. En Paulus spreekt over het werk van de wet dat in de harten van de ongelovigen geschreven is. Dus er is een rudimentair besef van goed en kwaad, anders zouden mensen helemaal nooit geoordeeld kunnen worden. Het gaat er juist om dat mensen hun geweten dichtschroeien, dat ze zich verharden, dat ze beseffen dat iets zondig is in hun geweten en het toch doen. Ja, ja. Dat maakt het dus ook tot een rebellie tegen God. Maar dit besef van de zonde is veel meer dat gevoel van schaamte. Van ja, heren, ik kreeg van u dit leven en nou ben ik u ondankbaar of ik heb u verloochend. Ja, besef van je eigen zonde. Ja, ja. Ja, maar dat is iets inderdaad wat een niet-christen niet kan hebben. Hè? Nee, besef tegen de heren en zijn liefde gefaald te hebben. Dat is echt wat anders. Maar de preek van Augustinus legt het praktische gedeelte van dit vers eigenlijk wel heel keurig uit. Ik kan me niet herinneren dat hij over dat getrouw, hè, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij dat getrouw al in verband heeft gebracht met vers 3 van hoofdstuk 2. Hè, hij is een verzoening voor onze zonden. De reden dat God rechtvaardig is en getrouw is, hij is niet getrouw aan ons per se en rechtvaardig tegenover ons. Hij is getrouw aan het offer van zijn zoon en rechtvaardig omdat dat offer gebracht is en dat heeft ons vrijgekocht. He, dus daar kunnen wij steeds een beroep op doen. Ja, ja. Oké. Okay. Prachtig gedeelte, hè? Ja. Oké. Okay. Zeker, heel belangrijk ook. Dan laten we het dan maar even bij.
En dan nu een fragment van de bespreking van gezang 129. Maar zoals we zullen zien gaat het eigenlijk om het tweede deel van dat gezang. En dat is in zijn eentje het zesde couplet. Gebaseerd op het Rorate Coeli, het grote Latijnse mislied van de vierde advent. Gezang 129 in mijn beleving is nou een heel echt adventslied. Is eigenlijk alleen maar de constatering van de vervallenheid en de duisternis in onze wereld. En dan het diepe verlangen naar verlossing en de smeekbeden om verlossing in de richting van de Heere God. Geen kracht meer om te leven, geen licht om op te staan. De stad van onze vrede, de stad van Gods bestaan is kinderloos alleen. Berooid, beroofd, verlaten. De wanhoop in haar straten, de winter om haar heen. Je hebt een stevig hart nodig om dat te kunnen zingen in de adventstijd. Maar het is passend dat dat uitgerekend de vierde adventszondag gaat beheersen. En daar vind ik dit lied dan ook heel erg geschikt voor. Juist in het diepste van onze duisternis komt Gods licht. Juist in de diepte van onze wanhoop komt Hij die de hoop zelf is. En als wij alleen maar kunnen zingen, zoals in het tweede couplet, de dood is overal, het licht is uitgestorven, dan komt hij. Maar we moeten nog even op hem wachten. Aanzie al die ellende, hoe wij zijn opgejaagd, en zend wie gij zoudt zenden die alle zonden draagt. Hij wordt nog niet genoemd. Wel, laat van de steenwoestijn tot aan de berg des Heren het lam alom regeren, de aarde aarde zijn. Maar waar is dat lam? Waar is dat lam? Dat is nog niet zo makkelijk te zeggen in die vierde advent. Dan kan het licht van de kerstnacht des te sterker gaan schijnen als we eenmaal in de kerstnacht belanden. Als je kijkt naar de liederen die op YouTube toegankelijk zijn, dan valt het op dat er geen Nederlandse uitvoering is, althans niet op YouTube, van gezang 129. Het is blijkbaar niet een heel erg populair lied. Het wordt niet regelmatig opgegeven en gezongen. In plaats daarvan wat andere muziek, maar nu van het Rorate Coeli. Hier de editie, de uitvoering van Schütz, een andere componist dus, van het Concerto Vocale nu.
Ja, Robert, bij de aankondiging dat we gezang 129 zouden bespreken en naar luisteren, las ik het eerste refrein, het eerste stukje. Geen kracht meer om te leven, geen licht om op te staan. De stad van onze vrede, de stad van Gods bestaan, is kinderloos alleen, berooid, beroofd, verlaten. De wanhoop in haar straten, de winter om haar heen. Ik vond het zo'n zonder lied. Maar ik heb natuurlijk, wat ik heb ik niet gedaan, is even verder lezen. En daarna het begrip wat jij uitgelegd hebt van wat het precies inhoudt. Dus mijn eerste gedachte was, poe poe zeg, wat zwaar. Kunnen we niet iets vrolijkers hebben zo tegen kersttijd, tegen de tijd van de geboorte van Christus? Ja, dat is misschien een verschil van mening over de functie van de adventszondagen. Over het algemeen, daar hou ik er ook niet zo van om de advent alleen maar sombere teksten te lezen en alleen maar te spreken over hoe zwart en duister het in de wereld is. Maar het hoort wel eigenlijk bij advent, zoals ik dat versta. Advent, dat is de tijd dat wij ons verplaatsen in de situatie dat de verlosser nog niet gekomen is. Dus we identificeren ons met een wereld die nu nog steeds zo is, namelijk een wereld die in de duisternis ligt, die geen verlossing kent, die de vergeving van de zonde niet kent, die in die zin volledig in een morele duisternis ook gevangen zit. En we kunnen natuurlijk er een kerkelijk feest van maken in Advent door al uitgebreid te jubelen over de komst van de Heer of te praten over de ontvangst van die Heer in ons hart. Hè. Verwacht de komst des Heeren, ook o mens bereid u voor. Maar Advent, zeker de vierde Advent, wil ook duidelijk maken waarom de Verlosser moest komen. Hè. Dat vergeten we wel eens. We vinden het vanzelfsprekend dat hij er is. Ja. Maar hij komt omdat de wereld in duisternis ligt met zijn licht. Hij komt omdat de wereld in schuld en zonde gevangen is met zijn vergeving. Hij komt omdat de wereld onder het oordeel van de dood ligt, zijn leven geven om dat leven voor de wereld te winnen. Dus Advent, de vierde Advent, geeft heel goed aan wat we dan in de kerstnacht heel nadrukkelijk moeten ervaren. Ik zal dit jaar zowel de vierde advent als de kerstnachtdienst in één en dezelfde gemeente doen. En dat is heel interessant. Om te kijken of ik dat effect bereiken kan. Hè. Het is zondag de vierde advent. En dan is maandagavond de kerstnacht. En dat zou mooi zijn als dat nou zo op elkaar aansloot. Hè, dat je eerst zegt, geen kracht meer om te leven. En op de kerstavond zegt, maar hier komt die kracht. Geen licht om op te staan. Ja, maar het licht is verschenen. Hè? Het licht is gekomen. De stad van onze vrede is kinderloos alleen. Ja, maar nu niet meer. Want de Heere heeft zich
tot ons gewend en maakt een wending in deze geschiedenis. Een preek uitmaken, ja. Ja, nou, ik zit er dus ook aan te denken om dan 129 op die zondag te laten zingen en er dan maandag met een ander lied op terug te komen. Oké. Okay. Maar even kijken naar het lied, naar de tekst van het lied, want ja, we hebben in de Bijbel natuurlijk ook het boek Klaagliederen. En dat gaat over de val van Jeruzalem. Hoe eenzaam zit zij neer, die stad, eens zo dicht bevolkt. Als een weduwe is zij geworden, zij die groot was onder de heidenvolken. Een vorstin onder de gewesten is verplicht tot herendienst. Want het hele boek Klaagliederen is natuurlijk een lied waarin de klacht, de rouw over de ondergang van Jeruzalem. Aan het begin van de Babylonische ballingschap wordt uitgezongen. Maar dat is niet om daarin te blijven, maar om dan vervolgens met de profeten Jesaja en Jeremia te gaan praten over het herstel, hè, wat God belooft. Mm-hmm. En zo zie ik ook de functie van gezang 129. Mm-hmm. Ja, eerst, gebaseerd op Jesaja 45 vers 8. Druppelt de hemelen van boven en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen. De aarde openen zich opdat het heil ontluiken en zij daarbij gerechtigheid doen uitspruiten. Ik, de Heere, heb dit geschapen. Daarop is het zesde couplet gebaseerd. Gij hemel vast besloten, gij wolken zwaar en grijs, geeft heden uit een hoge uw volk rechtvaardigheid. Als dauw die na de nacht omlaag daalt allerwegen, als hemelhoge regen die alles vruchtbaar maakt. Ik vind dat Willem Barnard het prachtig heeft gedaan. Hij heeft het Latijnse lied Rorate Caeli heeft hij omgevormd, zodat het refrein, en dat is dus druppelt hemelen van boven, Rorate Caeli, De Super Nubes enzovoort, dat heeft hij omgevormd tot het zesde couplet. En eigenlijk draait het dus in dit hele lied om dat zesde couplet. En 1 tot en met 5 zijn dus de coupletten die steeds weer worden afgewisseld met dat refrein. Dat maakt dus de gedachte van Jesaja 45 vers 8 tot de hoofdgedachte van dat lied. Mm-hmm. Ja, het is jezelf identificeren met de wereld die in de duisternis ligt en opnieuw beseffen hoe belangrijk het is dat Dat licht ook gekomen is. Dat merk je soms pas als je weer even stilstaat bij de diepte van de duisternis die deze wereld beheerst. Wordt dit lied nog gezongen in de kerk? Welke kerk dan ook? Maar nou, als YouTube een aanwijzing is, dan zou ik denken nee. En dat heeft volgens mij twee redenen. Drie redenen. In de eerste plaats, het is verdwenen in het nieuwe liedboek. In de tweede plaats, het werd misschien wel ervaren als veel te somber. He, dus jouw eigen reactie is heel begrijpelijk. Eerste instantie, hè? Want toen had ik nog niet verder de tekst gelezen en jouw uitleg af. Nee, maar ja, die liederen worden natuurlijk niet altijd gezongen met die uitleg erbij. Nee. En een aanwijzing daarvoor is, dat is mijn derde reden dan om dat aan te nemen. De meeste gezangen werden in de loop van de afgelopen 10 à 15 jaar op YouTube geplaatst. He, onder andere door onze vriend Dennis uit Groningen, die elke keer als hij een nieuw lied speelde, daar ook een opname van maakte. En je kunt zoeken wat je wilt, maar je vindt dat gezang 129, nog in het Nederlands, nog in een Duitse versie, zo makkelijk op YouTube. Dus ook in de Duitse bundel is dat bijna helemaal verdwenen. En ik denk dat dat wel te maken heeft met het feit dat we zo tegen de kersttijd willen we al heel snel vrolijk zijn. Ja, precies. Ja, ja, hè? We willen ons die kerststemming. Dat was mijn eerste reactie, hè, toen ik dan zo die sombere tekst las. Sorry. Dat zullen meerdere mensen hebben natuurlijk. En zeker als het in de vergetelheid is geraakt en dat er geen bespreking van is, hè, van teksten, van gezangen. Ja. Ja. Maar ik vind het een prachtige diagnose eigenlijk van onze tijd. He, de stad van Gods bestaan. Dat wil zeggen die aardse samenleving die door God bepaald zou moeten zijn. He. En straks als het hemelse Jeruzalem komt, dan heb je een stad die helemaal door God en het Lam verlicht wordt. He. En daarin ook uitdrukking geeft aan het bestaan van God. Dat is de stad van onze vrede, namelijk het hemelse Jeruzalem, de stad van de vrede.
Ja, die is nu kinderloos, alleen, berooid, beroofd, verlaten en de wanhoop is in haar straten. Dat is toch ook zo? Wat ik heel mooi vind, we kunnen niet elk couplet waarschijnlijk bespreken, maar kijk, naar het vijfde couplet. Ja, de vrede gaat verloren. Dat maken we voortdurend mee. O hemel, sta ons bij. Ja, dat mag dan toch ook ons gebed zijn. En dan wordt God sprekend ingevoerd. En dat vind ik theologisch zo mooi. Dat begint met de woorden, word gij weerom geboren. Dus de wedergeboorte wordt hier opgedragen. Hoort naar mij. Dat is de medicatie die deze wereld dus nodig heeft. Mm-hmm. En dan prachtig, ik ben uw Heer, de Godsnaam dus, met hoofdletters geschreven. Uw Heer, uw Vader, uw Bevrijder. In Christus komt deze God, die Heer is, die de Vader openbaart en die onze Bevrijder wil zijn in deze wereld. En dan staat er, ik laat in deze tijden vrede op aarde neer. Nou, dat is in de komst van de Heer Jezus besloten. En dat is, ja, theologisch gezien een prachtige aanduiding van waar het in kerst eigenlijk om gaat. Ja, en de daarvoor, ik ben, komt de wereld binnen. En daarvoor moeten we eerst naar beneden, zeg maar, naar de diepte, naar het dal, zeg maar. En vervolgens naar boven met de komst van Christus. Hè? Ja. Dat is een krachtige formule. Ja, dat geldt voor ons dus wel, omdat we dat zo vanzelfsprekend vinden, dat we in de christelijke tijd leven, dat we onderweg zijn aan de wederkomst van de Heer. Maar dat we opnieuw ervaren wat het is, dat licht voor het eerst in de wereld komt. Ik denk dat mensen als Maria en Elisabeth en Zacharias en Johannes de Doper, die hebben de wereld ervaren zoals hier beschreven staat. Die hebben die klaagliederen gezongen, die hebben gezucht onder de Romeinse overheersing. Heere God, waar blijft u nou? En het is hun gevoel en hun ervaring waar wij ons dan bij aansluiten in dit lied. Met in ons achterhoofd, ah, maar gelukkig, morgen of overmorgen is de kerstnacht. En dan mogen we opnieuw meemaken dat wonder dat Gods licht in deze wereld komt en de nacht inderdaad tot een einde brengt. En dat is eigenlijk een prachtige ervaring om zo mee te maken. Kijk, de liturgie van de Advent kan niet net doen alsof Christus er niet is. Maar ze kan wel een handreiking doen aan ons om ons te verplaatsen in de ervaring van een wereld zonder Christus. En weer even te beseffen waarom het zo prachtig is dat wij de Heer Jezus wel kennen. En waarom het zo'n unieke boodschap is dat deze Heer Jezus van God gezonden in deze wereld kwam. Dat geeft aan kerst meteen het goede perspectief. Ja. In plaats van kerst, wat gezellig dat we bij elkaar zijn. En wat fijn dat God ons de zonde vergeeft. Dan hebben we daar ook weer geen zorg meer over. Ja. Nee, het laat even zien. Wij zijn dit. Hè? Wij hebben die zonde. Wij hebben die ellende. Wij hebben geen vrede. Wij zijn onrein. Wij hebben een verbijsterende schuld die als een last op ons ligt. Wij zijn berooid, beroofd, verlaten. Met wanhoop in ons leven. Tenzij Christus onze bevrijder en onze Heer is. En dat is toch een prachtige consequentie van gezang 129, al zie ik wel aankomen dat je dat moet gaan uitleggen. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend. Nee, het is ook een herinnering aan het oude, ook in deze nieuwe tijd, hè? Ja. En wat nog speelt in deze wereld. Hè? Dus het is die herinnering van het is heus niet zo van dat het allemaal nu geweldig is en Nee. Er is nog steeds dat oude kwaad, er is nog steeds die oorlog, dus oorlogen en weet ik veel wat allemaal. Dus een herinnering aan het oude, wat je weer doet beseffen dat de wereld nog steeds niet zo is zoals de Heere God dat zou willen. En ook ja, een verwijzing. En het gebed om zijn komst. Hè? Komst. Nee, ik vind het bij in ieder geval vanaf het eerste couplet lezend schrok ik dus een beetje. Maar als je het helemaal door gaat lezen en zeker met jou uitleg daarbij vind ik het een prachtig adventslied. Om het heel praktisch te maken, ik denk wel eens hieraan. Hè. Het is net alsof je zo lang een medicijn slikt dat je vergeet voor welke kwaal dat ook alweer bedoeld is. En dat het goed is om te weten voor welke kwaal het bedoeld is, zodat je nooit zult ophouden dat medicijn te nemen. Besef wat het is als we hem niet zouden kennen, als hij niet in ons leven was. Nou ja, dan is het deze grauwe ellende die we mogen en kunnen zingen en waar we dat gebed aan kunnen koppelen, omdat we toch eigenlijk wel weten,
Hij is ook echt gekomen. Want het rare is, mensen die diep in de ellende zitten en geen hoop hebben, kunnen die ellende bijna niet beschrijven. Dat is te zwaar. Maar als je weet dat er al redding is, kun je terugblikken en zeggen, kijk eens, hieruit ben ik gered. Wat is die redding toch wonderbaar. Ja. En wat is onze redder toch? Een wonderbare persoon. Ja. Is het ook niet eigenlijk van deze gehele tekst de bedoeling dat mensen die niet in het geloof staan, ja, ook hoop kunnen krijgen, zeg maar, en ze zouden kunnen veranderen? Niet van het lied, maar wel van een dienst waarin het lied gebruikt wordt. Maar dat doen we dus niet. Want via de advent, daar heb je niet zoveel mensen van buiten. Dat heb je alleen maar met de kerstnacht. Mm-hmm. Maar ik vind het een mooi thema voor de kerstnacht om te zeggen, kijk, hier zaten we. En hier in de kerstnacht, ja, nu komt er een wending. En dat is ook voor de oren van niet-christenen, denk ik, een hele belangrijke boodschap. Als je niet erkent in wat voor ellende je zit, zul je het medicijn ook nooit nemen. Hè? Ja, absoluut. Ja, oké. Okay. Goed, dat was de zaak 129, waar we dus helaas geen fragment van konden laten horen in een Nederlandse versie met orgelbegeleiding enzovoort. Want dat wordt gewoon niet meer gedaan. Thank you.
En dan lezen we nu uit het Nieuw Bijbels dagboekje van HWS. Psalm 37, vers 5. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Wel is ons leven dikwijls een voortdurende strijd met zorgen en moeilijkheden, die onze schouders wel eens doen buigen, als onder het te zware juk. Onze dagtekst wijst ons echter het middel aan om er doorheen te komen met alles, maar ook om de schouders vrij te maken en het hoofd moedig te kunnen opheffen. Wentel uw weg op de Heere. Het wiel wentelt rond om zijn as en snelt voort in de vereiste vaart, gesteund door de voortdurende aanraking met de grond waarlangs het zich wentelt. Zo ook moeten wij onze weg beveiligen en ons de reizen van elke dag steunen door de voortdurende aanraking met Hem, die niet zal toelaten dat wij wankelen of gebogen worden. Indien wij maar de hand des geloofs op Hem leggen, het oog des geloofs tot Hem opheffen en dan ook geen andere weg willen gaan dan die Hij ons leidt, geven wij Hem maar de besturing van ons leven, van de wisselingen van ons lot, van onze plannen en wensen. Zoeken wij eigen wegen, dan gaat het mis. Hij heeft ons beloofd ons veilig te doen aanlanden. Meer nog, Hij heeft beloofd hier reeds onze weg zo te leiden als bij de uitkomst onverbeterlijk zal blijken. In waarheid, Hij zal ook heden alles maken voor het kind dat zijn hand in vaders hand wil leggen. Heer, mijn deel en vreugd mijns levens, meer dan vriend en leven mij, leer mij onder strijd en smarten dicht te blijven aan uw zij.
Op Spreaker.com bij Koinonia Bijbelstudie, dat tweede kanaal dus op Spreaker, daar staat een verslag of een opname in ieder geval van twee delen van het gesprek dat we afgelopen dinsdag hadden. En in dat gesprek hadden we het over de oorsprong van de zonde. We hebben in Genesis 3 namelijk het relaas van de zondeval. En daar hebben we in een eerdere bespreking heel veel aandacht geschonken aan de motieven van Eva en Adam. Hè, dan heet ze trouwens nog Isha. Om van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. En hoe komt het nou dat de vrouw daarin verleid is? Hoe komt het nou dat Adam het zonder meer ook doet? Wat hebben ze daarbij gedacht? Waar staat die boom eigenlijk? Hè? De vrouw zegt in het midden van de hof. Genesis 2 zegt hij staat ergens anders. Daar hebben we uitgebreid over gesproken. Maar we hebben afgelopen dinsdag gesproken over deze stelling. Het kwade komt weliswaar door de mens in de wereld, dus in Gods schepping, maar de mens is niet de oorsprong van het kwade zelf. Immers in hoofdstuk 3 vers 1 is er sprake van de slang. Nou, de slang die kennen we onder namen als de duivel, als Beelzebub, als de Satan, als de grote draak, hè, in Openbaring 12 en 13. Dat is die grote tegenmacht tegenover God. En we hebben in de fragmenten op Spreaker ook nog gesproken over Job en de rol die de Satan daar speelt om Job te testen. We hebben over al die zaken gesproken en we hebben gesproken over de twee grote uitingen van de macht van het kwade in de wereld, namelijk de Leviathan en de Behemoth. Hè. De Behemoth als de psychische krachten van de mens die God tegenwerken en de Leviathan als de grote politieke systemen die God tegenwerken. Maar waar we het nog niet over hebben gehad, en ik wilde je dat vandaag voorleggen, dat is de tekst uit Ezechiël. Dat is een van twee teksten die een suggestie doet over waar het kwade dan uit de voorschijn is gekomen. En dat is wel omstreden, daar is men het niet over eens. In Ezechiël 28 vinden we namelijk, zoals het opschrift zegt, het oordeel over de koning van Tyrus. Vers 2 zegt, mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere, enzovoort. En dan heb je vanaf vers 11 tot en met 19 het klaaglied over de koning van Tyrus. Vers 12, mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus. Nou, mijn stelling is dat vers 1 tot en met 10 zonder problemen van toepassing is op de echte koning van Tyrus. Die zich verheft, die zegt dat hij wijzer is dan Daniel, die zegt dat hij een god is. Vers 6 bijvoorbeeld, omdat u uw hart uitgeeft voor het hart van God. Nou, dan komt het oordeel over die koning van Tyrus en zijn arrogantie en zijn misbruik van macht. Maar in het klaaglied over de koning van Tyrus, vers 11 tot en met 19, wordt die koning beschreven met termen en woorden die op een aardse koning niet zonder meer van toepassing zijn. En nou zijn daar twee theorieën over. De ene theorie is, de beeldspraak wordt ontleend aan een voorstelling van de macht van het kwade, of nog sterker, de beeldspraak wordt ontleend aan de eigenschappen van de god van Tyrus. Hoe heette die ook alweer? Makarat of Marakat, geloof ik. Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Dus het is beeldspraak. En de andere gedachte is, nee, hier vereenzelvigt de profeet de gestalte van de koning van Tyrus met de macht die achter die koning staat. Dus met de macht van de duivel. Herinner je in Lucas 4... dat de duivel de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid aan de Heer Jezus aanbiedt, wat suggereert dat hij daar macht over heeft. Herinner je Openbaring 12 en 13, waar achter het beest uit de aarde en het beest uit de zee, hè, beelden dus van politieke grootmachten, dat daarachter de draak staat, hè, die deze beesten kan oproepen. Dus het is ofwel een beeldspraak toegepast op die koning van Tyrus in dat klaaglied, ofwel, het is een dubbele gestalte. Het is een versmelting
van woorden die alleen maar op de duivel kunnen slaan. De macht achter de koning van Tyrus. En die koning van Tyrus heeft als het ware delen van de eigenschappen van de duivel overgenomen. Nou, om daar meteen maar even in te stappen. In vers 12 horen we, 12 en 13. U, zegt de Heere Heere dus tegen de koning van Tyrus, u toonbeeld van volkomenheid. Letterlijk de verzegelaar van volkomenheid. Dus alle volmaaktheid die er was, is door deze persoon die wordt aangesproken verzegeld. Heel mooi om dat te zeggen, toonbeeld. Vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. Ja, dan denk ik al meteen, dat kan de echte koning van Tyrus toch niet zijn. En in vers 13 denk ik het helemaal. U was in Eden de hof van God. Volgens theorie 1 is dit beeldspraak, daar wordt Tyrus, dat eiland, vergeleken met de hof van Eden. Mm-hmm. Volgens theorie 2 is dit letterlijk zo. Deze persoon was in Eden de hof van God. Zoals de slang inderdaad daar aanwezig was, die hem representeerde. Maar hij had daar een functie. Lees bijvoorbeeld na die beschrijving van dat edelgesteente, vers 14. U was een gerub. Nou, gerubs, dat zijn een soort engelen. Het zijn ook gerubs die uiteindelijk de weg naar de Hof van Eden versperren na de zondeval. Hè, met dat vlammende zwaard waarmee ze heen en weer gaan. Maar hier in vers 14. U was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Dat was de functie van die allerhoogste engel die God geschapen had. Daarvoor heb ik u aangesteld. Dat is de functie geweest van de Satan, om oppertoezichthouder te zijn over de schepping en de mens. Maar het is niet helemaal zo duidelijk, want wat is nou het vervolg? U was op Gods heilige berg. Waar moeten we dan die heilige berg denken? U wandelde te midden van vurige stenen. Nou, dat kunnen we nog verbinden met een visioen als Jesaja 6 enzovoort. Dus dat kan een beeld zijn van de hemelse heerlijkheid. Vers 15. Ja, even. Nou ja, maar dus die heilige berg zou dan een verwijzing kunnen zijn naar de hemel, volgens theorie 2. Terwijl het volgens theorie 1 dan een heilige berg moet zijn geweest van de God van Tyrus. Vers 15. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd. Nou, dat geschapen zijn, dat zeggen we meestal niet van een aardse koning, dat hij geschapen is. Dan zou dit plotseling, dus volgens theorie 1, moet dit beeldspraak zijn voor zijn troonsbestijging. Maar we zeggen niet dat een koning geschapen wordt als hij de troon bestijgt. Maar we kunnen wel van een engel zeggen dat hij geschapen werd. En dan het tweede deel van vers 15, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Ja, dan wordt nog de vraag niet beantwoord waar dan de ongerechtigheid vandaan kwam. Ja. Kijk, als het de koning van Tyrus is, is het een gevolg van de zondeval. Ja. Maar als het de duivel is, dan gaat dit vooraf aan de zondeval. En dan is er op een of andere wijze ongerechtigheid bij de duivel gevonden. En dan moeten we nog eens naar de klaagzang kijken om te zien waar dat vandaan kwam. Ja, maar ik, zoals ik het lees en begrijp, gaat het over Eva. Adam en Eva, nee. Die wel verleid worden door de slang. Maar nee, het gaat niet over Adam en Eva. Oh. Het kan wel gaan over de slang. Dat is de pointe van theorie 2, dat het hier gaat om de slang. Maar mijn theorie is dat die beide beelden elkaar gaan overlappen. Kijk maar in vers 16. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Dus hier wordt de oorzaak van de zonde gezien in de economie. De koning van Tyrus heeft een bloeiende economie, is een handelsplaats. Hè. De mensen van Tyrus waren zeevaarders en die hebben overal handelsroutes gehad. En daardoor, door die overvloed van handel, die geweldige rijkdom, vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Kijk, dat kun je weer niet zomaar toepassen op de duivel. Daarom verbande ik u van de berg van God. Ja, dat weer wel. Want op geen enkele manier is die koning van Tyrus natuurlijk van de berg van God verbannen. Maar dat de duivel uiteindelijk verbannen is van zijn plaats. En dat in het Nieuwe Testament we lezen dat hij zelfs helemaal uit de hemel gegooid wordt.
Dat is natuurlijk wel een belangrijk beeld. En vers 17 dan. Vanwege uw schoonheid, is toch duidelijk over Eva, werd uw hart hoogmoedig. Nee. Dat kan nooit uit een nummer. Het woordje uw is namelijk mannelijk. Dus dat kan nooit op Eva slaan. Uw schoonheid? Ja. Is dat zo schoon? Okay. Nee, de schoonheid is hier de schoonheid van die koning, van die gestalte van de koning, ofwel de gestalte van de duivel. Maar het kan nooit Eva zijn. Want het woordje uw in uw schoonheid is mannelijk. En Eva wordt natuurlijk nooit toegesproken met een mannelijk voornaamwoord. En u richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister, kan natuurlijk nooit en te nimmer op Eva slaan. Nee, dat moet je maar even loslaten. Maar voor de koning van Tyrus geldt dat de overvloed van oneerlijke handel en ontheiliging van de heiligdommen, dat dat ertoe geleid heeft dat die koning van Tyrus valt. Ja, en dat is niet rechtstreeks van toepassing op de duivel. Dus vandaar dat ik zeg, het is een samengesteld beeld. Het is een composiet. Ja. Zoals die koning van Tyrus door zijn handel tot ongerechtigheid komt, zo is die duivel door zijn bezigheden, zijn activiteiten en de overvloed daarvan tot een soort arrogantie gekomen. En dan is het laatste deel, ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. Dat is voor de duivel toekomstig en voor de koning van Tyrus verleden tijd. Dus ik denk dat we hier te maken hebben met een beeld dat samengesteld is uit twee andere beelden, zoals we dan in Openbaring 12 en 13 de scheiding meemaken. Want dan zien we heel nauwkeurig het verschil tussen de draak, dat is de macht achter de politieke machten, en de twee dieren, het beest uit de aarde en het beest uit de zee. Dan wordt dat verschil gemaakt. En het beest uit de zee is een aardse, onzichtbare politieke macht, en die blijkt dan uit de hoornen, de verschillende hoornen die worden besproken. Want dat zijn dan de verschillende koningen die optreden en die met name bekend kunnen zijn. Maar hier is het beeld niet nauwkeurig van elkaar onderscheiden. Hier is het in één nieuw beeld als het ware samengevoegd. En ik denk dat van de koning van Tyrus kun je dus niet zeggen, u was in Eden, de hof van God enzovoort. Of dat hij een beschermende cherub is. Nou heeft theorie 1 wel wat middelen om dat nog toch aannemelijk te maken. En dat is dat hier de koning van Tyrus vergeleken zou worden met een afgodsbeeld wat in Tyrus vaak geplaatst werd. Dat is namelijk een soort sphinx geweest. Dus een dierlijk lijf met een menselijk hoofd. En dan allerlei edelgesteenten werd daaraan bevestigd. Robijn, topaas, diamant, turkoois, onyx enzovoort. En dat de koning van Tyrus hier dus vergeleken wordt met een van die afgodsbeelden die daar stond. En dat afgodsbeeld heette dan een cherub. Dus u was een cherub, dat wil zeggen, u eigende u toe. Vergeet niet, deze koning van Tyrus die heeft ook van zichzelf gezegd dat hij een god was, omdat uw hart zich uitgeeft voor het hart van God. Dus dan zou de pointe zijn dat de koning van Tyrus zich identificeert met het karakter van zijn afgodsbeelden. En dan zou Eden, de hof van God, dus alleen maar een vergelijking zijn met Eden. En dat kan weer slaan op het feit dat de tempel voor de god, nou, Marakat of Makarat, ik weet het niet meer, dat die tempel ook inderdaad een tuin bevatte. Dus dat je in de tempelhof een tuin had waarin je kon wandelen en waar ook weer beelden waren geplaatst. Dus volgens theorie 1 kun je het allemaal verklaren door het te verwijzen naar de koning van Tyrus zelf. Volgens theorie 2 gaat het hier wel degelijk over de duivel zelf. En ik denk ter ondersteuning van theorie 2 dat we te maken hebben met een composiet, met een samengesteld beeld. Wat kunnen we dan zeggen over de oorsprong van de zonde? Nou, door een overvloed van handel, dat wil zeggen door al datgene wat de duivel te doen kreeg, zijn taken die hij kon vervullen, waarbij hij gezag had waarschijnlijk over andere engelen, en door het geweld, dat wil zeggen de onbedwingbare kracht die hij daarbij kon uitoefenen, ging hij zondigen. En die zonde kan dan niet veel anders zijn dan dat hij zichzelf ook zag
als een Elohim, als een God in volle zin van het woord. Dat was het weer eventjes een, hoe zeg je dat, een etalage van wat er deze week gebeurd is. Het enige nieuwe was natuurlijk het laatste stuk over de oorsprong van de zonde. Hè? Dat hebben we niet op een andere manier al gepubliceerd. Ja. Nou ja, op zich vind ik de rubrieken erg mooi hoor. Gezang van de week, de meditatie, preek van de week. Ik vind het ook interessant. Zijn wel natuurlijk, elke keer komt het terug. Ik weet niet of de luisteraars daar ook helemaal content mee zijn. Of dat ze andere geen idee. Zaken zouden willen bespreken. Dat het wat gevarieerder is. Dus we laten ons lekker onze gang gaan. En geven weinig commentaar. Is dat nou een bemoediging? Of betekent dat, kan ze niet schelen? Dat weten we natuurlijk nooit. Hè? Maar die preek van Augustinus vond ik ook heel boeiend. Om nog even te laten horen vanavond. Ja. Zo maken wij Koinonia Live tegenwoordig. Met heel veel plezier, kost heel veel tijd en inspanning uiteraard. Maar wij doen dat graag en hopen dat er nog meerdere luisteraars zullen komen. Het zit er voor ons weer op vandaag, we zijn er klaar mee. Oké, tot de volgende week. Tot de volgende week, tot ziens. Bye bye.